Bas van der Haat, dat gaat de wereld verblijden met een nieuw boek. Ja, en hoe heet het boek, Bas? Revolutie van Werk, Vincent. Maar revolutie staat tussen haakjes. De echte van revolutie staat tussen haakjes. De vraag is het een revolutie of een evolutie? Oké, dus het is weer zo'n boring boek over het nieuwe werken. Nee, het gaat vooral niet over het nieuwe werken. Daar ging mijn laatste boek over. En dit boek zegt eigenlijk dat je alles wat ik in mijn laatste boek heb geschreven een beetje moet vergeten. Het nieuwe werk is een beetje de laatste stuiptrekking van gewoon organisatie en businessmodellen die vaak gedoemd zijn te mislukken. Okay. Iedereen die het nieuwe werk aan het implementeren is gedoemd om te mislukken. Nou, dan gaan we even naar het nieuwe Walhalla. Wat is dan het nieuwe werk? Wat is dan het toekomstige werk of het nieuwe werk? Hoe noem je dat nou? Nou, ik denk dat je naar nieuwe organisatiemodellen toe moet. Als je kijkt dat wij 300 energiecoöperaties in Nederland hebben met zonnecellen op hun eigen dak. Ik ook. Ik ben er heel blij mee. Ja. Decentraal en decentraal werkt dat prima. Maar ik moet wel een groot smart net hebben om het weer terug te gooien. Precies. Nou, wat je dus zal zien is dat je facilitators hebt, zoals de energienetten. Die zullen blijven bestaan, die het faciliteren. Maar dat de grote energieleveranciers waarschijnlijk het heel zwaar gaan krijgen. Deels door eigen productie. Maar op het moment dat jij met 10 mensen in jouw wijk samen een coöperatie en eerst aan elkaar levert, heb je daar ook weer een ander voorbeeld. Oké, dus jij denkt echt dat die gigantische grote bakken van organisaties, dat die gewoon meer gelokaliseerd en zeg maar uit elkaar gaan spatten? Op veel gebieden wel, maar op andere gebieden zal je juist weer een internationalisering zien. Maar ik denk bijvoorbeeld dat de 3D-printers weer een enorme impact gaan hebben op het feit dat productie terugkomt uit China. Want als je geen loonkosten meer hebt aan productie, ja, waarom zou je het dan nog in China produceren? Aan de andere kant denk ik dat kenniswerk juist weer veel meer zal internationaliseren. Omdat als je naar smart cities kijkt, wat ze nu in Helsinki doen of in Stockholm, kan ook implementeerbaar zijn in Amsterdam. Ja, maar kom maar, met de Amsterdammers, hè, dat smart local, dat rekening houden met de uniciteit van onze geschiedenis, onze cultuur, onze samenwerkingen, daar moet toch ook iets mee gebeuren? Ik zeg ook niet dat alles internationaal gaat, maar dan heb je dus een paar verstandige Amsterdammers, als die er zijn. Sorry, sorry Vincent. We zijn hier in Arnhem. Ja, ja die zijn hier in Arnhem. Je hebt dus een aantal intelligente lokale mensen die dan ook weer gaan samenwerken met misschien een Indiër die in India fantastische dingen heeft gedaan. En een Finn die in Helsinki fantastische dingen heeft gedaan. En dus bepaalde delen van kennis zijn universeel, bepaalde dingen zijn lokaal. En daar zal je dus netwerken van gaan krijgen. Smart, local en zeg maar local waar het kan of internationaal waar het moet of andersom. Hey, jij hebt altijd bezig gehouden met werving en selectie en dan de e-werving en selectie zeg maar. We hebben nu 750.000 ZZP'ers, zelfstandige ploeteraars, geloof ik, werden ze genoemd vandaag. Is dat nou de trend in plaats van die 7 miljoen mensen, of dat is 10%, of gaat het ergens anders heen? Deels. Ik denk wel dat we meer zelfstandigen zullen krijgen en dat we, ik gok, naar de 20% toe zullen gaan. Dat wil niet zeggen dat zelfstandigheid voor iedereen is weggelegd. Ik denk ook dat je dat niet moet willen. Ik denk alleen dat wat we wel zien is dat de mogelijkheden om echt vast in loondiensten zijn gewoon heel beperkt. Ik bedoel, dus maar het is nu nog 90% en je zegt het wordt 80%. Ja, alleen het feit dat je veilig in loondienst zit is bij de meeste mensen inmiddels ook wel verdwenen. Ja, maar dat betekent eigenlijk gewoon een jaar per maand bij de kantonrechter en dat wordt binnenkort anders. De werving en selectie van mensen, het intelligent matchen van functies en de man en de vrouw die erbij hoort, gaat daar nog veel aan veranderen? In de toekomst wel. Ik denk dat wij veel meer... Nog niet veel aan veranderd. Er is in de werving veel aan veranderd. Ik denk dat waar we naartoe zullen gaan, is dat je een soort IMDB's krijgt op elk vakgebied. Dat je weet wie wat aan welk project heeft gedaan, wat bij heeft gedragen, et cetera. Dus eigenlijk een intelligente LinkedIn waar je gewoon veel dieper kunt zien wat iemand gedaan heeft in het verleden. En dat ook oordelen van anderen daar ook veelvuldiger in zullen zijn. Exact, dat zal de verre toekomst zijn. Maar dan heb ik het wel over de verre toekomst. Dat is nog niet de komende 3-4 jaar. Wat allemaal, dit jaar hadden we in 2012 al een leuke endorsement ding binnen LinkedIn. Dat was toch een mooi begin? Dat is een mooi begin, inderdaad. Een heel goed omschreven. Dit is een mooi begin. Waar sta ik aan het einde van 2013 van te kijken, Bas? Hoe snel het is gegaan en wat er veranderd is. Ik denk dat je staat te kijken hoeveel mensen inmiddels ge-unfacebooked zijn in Nederland. En ik denk dat je staat te kijken van het aantal zelfstandige coöperaties dat zwaar concurreert met grote bedrijven. Het boek ligt volgende week in de winkel. Dankjewel, Bas.